Ja, het is 2 april. Tijd voor een nieuw video. We staan in het hok van de jonge dingen. Daar pas zijn er een hele bende jonge dingen gespeend, zoals dat je kan zien. Hè. Dus in dat hokje staat een speenhokje. Hier staat er één, hier staat er drie. Goed, de ene keer dat ze kunnen vliegen. Allee, het zijn er wel die hier pas zitten, dus. Maar de ene keer dat ze kunnen vliegen. Gaan ze in dat stuk hier, in het andere stuk. Nee, hier staat er geen drinkpot, ja, hier pas nog wel, die is gemorst. Maar ze kunnen dus naar buiten. En er zijn er dus een aantal die dat doen. En ze zitten hier. Ja, dus zodanig dat ze de omgeving kunnen leren kennen. En later gaan ze dan uitgelaten worden via de gat. En moeten ze binnenkomen via deze spoeling. Ze gaan vanaf morgen eten krijgen in deze spoeling, zodanig dat ze dat kennen. Goed, wat is er nog veranderd? Je ziet dat de kabel er hangt. Alle weduwen af en ondertussen gechipt. Ze hebben vanmorgen gevoeld. Er is daar niet veel aan te zien, maar misschien alleen een beetje in welke conditie dat ze zitten. We zien er bij hier. Vliegen morgens, oh, en na een uur roep ik ze binnen. Test ik ook mijn passysteem. Dus als iedereen binnen is, weet ik tijd om te eten. Dan hoef ik ze niet meer te tellen. Het zijn er 14. Ja, ik moet erop letten dat ik luid genoeg praat, want er heeft mij iemand daarop gewezen en dat is inderdaad juist. Het is niet altijd luid genoeg. Allee, zelden luid genoeg. Dus hier zitten de weduwen erin. En die hebben in het weekend samen met de duivers gezeten, één nacht. Dus uitlaten, samen laten, de dag nadien samen uitlaten. En dan terug op het gok. Hier zijn de kwekers. En dus ja, ziet de kapelletjes liggen terug op de grond. Omdat ze niet altijd een bak hebben. En dus hier liggen er jongen, hier liggen er jongen die geringd zijn. Hier ligt er op, een eitje sinds gisteren. Dat is het jong ervan, hij ziet, liggen alweer. Het zijn terug alweer kleine jongens. Dat is de toestand in de huizen. Simois.